Hoi allemaal, van 51 elastiekjes maak je heel gemakkelijk deze letter O. Een ontwerp van Elegant Fashion 360. In de beschrijving onder deze video zie je een link naar haar alfabetserie. Mocht jij nog een letter nodig hebben die ik niet in het Nederlands op YouTube heb gezet, dan kan je een van haar video's gebruiken. Heel veel succes! We gaan een rijtje maken van 12 keer dubbele elastiekjes. En je begint aan de zijde waar de opening van je pin aan de andere kant is van jou. Ik heb nu 2 elastiekjes geplaatst en ik ga daar 2 elastiekjes op aansluiten. En nog een keer. En dat blijf je doen. Tot aan het einde van je loom. En als je dus werkt met de rainbow loom, dan zijn dat er 12. Maar ik geloof dat bijvoorbeeld de fun loom ietsje langer is. Dus je moet maar even kijken wat jij wil. Als je dit hebt gedaan, gaan we precies hetzelfde doen bij de volgende rij. Dus weer 2 elastiekjes. En dat blijven doen totdat je de hele rij vol hebt gemaakt. Alfabet is volgens mij bijna klaar. Ik moet nog een stuk of... Ja, wat zal het zijn? 5-6 letters. Vandaag dan de O, straks nog de X. Als je nu aan het einde bent aangekomen, dan ga je 1 keer de bocht doen. En dat doet Elegant Fashion 360, omdat de letter anders net iets te klein is om... te matchen met de rest van het alfabet. Dus wil je een kleinere letter, dan doe je dit niet. Het is helemaal aan jou. Nu maken we hier op het einde een capband van 2 ringetjes. Je doet een elastiek erop, je draait hem slag en nog een keer erbovenop. Nu draai je de loom om, zodat de opening van de pin aan jouw kant is. Kan je erin met je haaknaald. Dan ga je in die capband van 2 ringetjes. Je haalt die 2 elastiekjes eruit, die haak je naar boven. De capband moet blijven zitten en je haakt deze elastiekjes schuin naar rechts. Hier heb je die druppelvorm gecreëerd, daar ga je in. En dan haak je de rest van de elastiekjes gewoon rechtdoor naar voren. Soms komt er iets los als je hebt gehaakt, dit zoiets, en dat geeft niet, want je hebt al gehaakt. Je kan hem terugzetten, je kan hem ook laten. Je komt geen rare dingen tegen op blaffende honden na. Dus je hoeft niets naar achteren te duwen. Het is alleen maar een kwestie van die 2 elastiekjes pakken en naar het einde van je loom haken. Als je klaar bent, dan doe je haaknaald in deze 2 laatste ringetjes die je gehaakt hebt. En dan haal je voorzichtig het rijtje ervan af. Zit het nu op je haak. 4 ringetjes. En dan gaan we het laatste rijtje haken. En dan gaan we wat nu op de haaknaald zit, gaan we hierop plaatsen en gebruiken als capband. Dus ik plaats die 4 ringetjes op dit pinnetje. Je trekt het een beetje naar achteren, zodat je die 2 elastiekjes kan pakken. En je gaat weer rechtdoor naar voren haken, net zoals je net hebt gedaan.
Zoals ik al zei, je ziet nu ook dat er weer wat, af en toe wat los schiet. En ik laat het gewoon zitten, want het is toch al gehaakt. Dus er kan niks meer fout gaan daar. Gelukkig. We zijn alweer bijna bij het einde aangekomen. Nu haal je voorzichtig de onderkant los, maar hou je duim hier, zeg maar bij het begin op de tweede of op de derde lusje, hou je duim erop, zodat het daar niet los gaat. Die mag ook nog los. En dan zoek je die capband op, van twee ringetjes, hier. En die plaats je op dit laatste pinnetje waar je bent geëindigd met haken. Voordat we nu de letter ervan af gaan halen, gaan we eerst deze ringetjes op dat laatste pinnetje gaan we veiligstellen met een enkel elastiekje. Je doet je haaknaald door al die lusjes, een enkel elastiekje op je haak, hou de spanning erop en trek dat elastiekje door al die ringetjes heen. En dan plaats je dit lusje wat nu tussen mijn duim en wijsvinger zit van mijn linkerhand ook op de haak. En je maakt een knoopje door het achterste ringetje over de haak heen te halen en los te laten. En dan kan je letter R vanaf. En dan moet je hem nog even in model brengen. En dat doe je door die gehaakte lusjes even na te lopen en wat mooier op hun plek te zetten. Mochten ze overlappen of zoals hier, zie je dat het wat meer verstrengeld zit met elkaar, dan haal je ze even uit elkaar. Het enige wat je nu nog moet doen, is dit lusje verstoppen. En dat doe je door in de buurt je haaknaald in de O te steken en dat lusje dan naar binnen te trekken. En dat doe je net zo lang tot jij tevreden bent dat het lusje weg is. En zo. En dan is je al klaar. Ik hoop dat je iets aan deze video gehad hebt. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!